Een goede avond allemaal weer op deze 20 maart vrijdagavond. Ik kom net achter de televisie vandaan, de toespraak van onze koning met warme woorden van bemoediging. We zijn vanmorgen begonnen de dag met het lied You Never Walk Alone over de gehele wereld. Gedraaid 20:15 op verschillende radiostations. En zo net weer geëindigd met de warme woorden van onze koning. Beste mensen, ook ik bemerk dat ik steeds weer een ritme krijg. In de afgelopen dagen heb ik vele malen verteld dat ik mij steeds aan het resetten was. En het ritme komt weer terug. Het ritme van de dag. Omzien naar elkaar. En dan ook nog weer prachtige berichten tegenkomen via de sociale media. Engelen van mensen. Engelen van jonge mensen. Kinderen die tekeningen maken voor onze medemensen in het verpleeghuizen. Hier in Borne, Hengelo, in Goor. In Delden, maar ook in Westervoort en over onze grenzen heen van de drie parochies. Kinderen die zo betrokken zijn bij onze medemensen en vooral onze ouderen. Maar ik zag ook beelden langs komen van kinderen die hun moeder bezochten. Bezochten voor het raam. Die trieste momenten die je eigenlijk niet wil zien op je netvlies. Moeder aan de telefoon en de dochter in de tuin. Of een echtpaar wat een tas brengt naar hun moeder. Knakworst, puzzelboekjes en afgeven bij de voordeur van het huis. De beelden komen steeds meer binnen van onze beperkingen. Ik zie ook de creativiteit van ons. En eigenlijk heb ik heel veel engelen gezien. Ook ik mocht vandaag telefoon ontvangen van een weldoener. Een prachtig geschenk waar we vele mensen blij mee kunnen maken. Engelen van mensen. En als je dan volgens mij op jezelf een beetje geworpen bent, dan kom je ook op een andere laag van je zijn. Ik in ieder geval wel. En vandaag ben ik ook weer een beetje teruggekeerd, teruggeworpen misschien wel, naar mijn roots, mijn wortels. Ik heb niet voor niks voor engelen gekozen vanavond. Ik heb een beeldje bij me, engelen, die je ooit mijn vader mocht krijgen. Engelen van mensen, boodschappers. Mensen die het goede brengen naar de ander. Mijn vader was vandaag er even weer in beeld. En het vreemde, mijn moeder kwam ook in beeld vanmiddag. Blijkbaar ga ook ik weer even naar die roots, de wortels. En het is heel vreemd, mijn moeder kon altijd geweldige carbonades bakken. Met uitjes erin. En ook ik had vanmiddag carbonade in de pan met uitjes. Blijkbaar heb je dat in deze situaties nodig. Of ik in ieder geval. Engelen van mensen. Tot je diepste laag weer komen van je zijn. Maar wat is dan die diepere laag? Is dat je roots? Of misschien is dat ook wel je geloof? Die eeuwige God. Of misschien is het Maria. Maar toen ik vanmiddag aan het koken was, aan het bakken was, stond ik achter de bakpan gewoon het Ave Maria te zingen. Nee, te Lourdes op de bergen. Twee coupletten achter elkaar, te Lourdes op de bergen.
Blijkbaar ga je ook in deze momenten waar het houvast misschien even weg is in je zijn, terug naar je roots. Naar je zijn. Dat wat voor jou ontzettend belangrijk is. Maar wat is nou voor jullie belangrijk? Ik vraag het me soms af, maar als ik de afgelopen 2 dagen de livestreams belezen heb met jullie prachtige teksten eronder, wat je troost biedt, dan bemerk ik ook dat je geloof je troost biedt. En hoe kun je dat nou vormgeven? Er zijn verschillende manieren om dat vorm te kunnen geven. Misschien licht. Ontsteek licht. Maak een huisaltaartje. Met misschien een beeld. Misschien bloemen. Misschien een foto. Een huisaltaartje met licht. Of misschien is het wel een lied. Gisteren mocht ik ook iets lezen rondom een lied wat iemand zo in deze periode troost bood. Misschien is het wel een lied wat met deze dagen met je meegaat. Ik heb voor jullie ook weer een lied meegenomen. En het kan dan ook niet anders als je dan achter de kookpan staat, het Ave Maria. En als je dat dan even op... Nee, Ave Maria te Loert op de Bergen. En als je dan even op YouTube kijkt, dan is het toch nog best moeilijk om een goede versie daarvan te vinden. Maar ik heb wat. Ook van daaruit mogen wij weer stil zijn. En onze intenties, dat wat leeft in ons hart, ook weer aan haar voorleggen. Of aan die eeuwige God. Soms helemaal niet voelbaar, niet zichtbaar. Maar ik hoop dat jullie erop mogen vertrouwen dat Hij aanwezig is. In ons en om ons heen. Te Loert op de Bergen. En met dat lied ga ik ook vanavond weer licht ontsteken. Licht voor al die engelen in onze samenleving. Licht voor onszelf. Licht voor die kinderen die zo bezig zijn met tekeningen, puzzels verzamelen, muziek verzamelen, kaarten te maken. Om die aan een medemens, onze ouderen, te overhandigen aan de deur. Maar ook engelen van mensen die moeten uithouden. Uithouden omdat ze niet bij hun naasten kunnen zijn. In verband met het virus. Uithouden omdat je niet fysieke contacten kunt hebben. En uithouden omdat je alleen nog maar via de app, de telefoon of een ander communicatiemiddel kunt communiceren. Ik wil ook denken aan onze mensen die beperkt zijn. Beperkt in hun mogelijkheden. Gebonden aan huis. Dat ook wij hen niet gaan vergeten. Laten we licht ontsteken voor al die engelen en ook voor jou. En laten we in die stilte en op de achtergrond het Ave Maria klinken en dat wat in ons hart leeft ook aan haar of hem voorleggen. Dat ook dit licht troost mag bieden aan hen
die deze dagen zijn overgegaan naar het eeuwig leven voor een naaste. Kinderen, vrienden. En laat al onze intenties opgaan in dit licht en in het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ook vanavond wens ik jullie weer een goede avond. En dat er vele engelen op jullie weg mogen komen. Maar dat je ook zelf een van die engelen mag zijn voor je naaste. We zien elkaar morgen. Dag.